Juice. For hip-hop and R&B, Juice is Juice. Ze vragen Maximus, hoe gaat het met je? Ik zeg altijd, het gaat wel lekker, man. Ook al gaat het eens wat minder. Damn, moet ik zeggen dat het slecht gaat met me dan? Nee, want dan creëer je vragen. Vragen waar ik nu eventjes geen trek in heb. Ze zeggen, Maximus, waar blijf je? Schiet eens op, wanneer kom je weer eens met een nieuwe track? Het duurt te lang, mensen willen van je horen. Unieke flows, dope shit uit het hoge noorden. Ik ga nu droppen, dat is mijn besluit. Ik ben nu de definitie van een nieuw geluid, yeah. Ik was er tussenuit, maar nu ben ik er weer. 10 keer zo sterk en ik heb een hoop bijgeleerd. Ja, de juiste tijd is aangebroken. Stond op een kruispunt en ben de juiste kant opgelopen. Want alles wat ik deed, doe ik vanaf nu beter. Zet grote stappen en ik praat hier nu niet over meters. Aan de kant met de stress. Ben niet de type die door de shit heeft gegrepen naar de fles. Dit is mijn toekomst en ik doe mijn best, geen geklets. Draai mijn assie en relax, mijn hoofd is net een broeienes. Van vele losse letters, je kan geen klinken kopen. Mijn doel is om de losse eindjes aan elkaar te knopen. Want ik zie ook hoe het fout kan gaan. Niemand hier in deze tent kent het leven van een veteraan. Wat heb jij gezien? Wat heb je meegemaakt? Oorlog maakt je anders niet het leven van de straat, nee. Toch zie ik dat het beter gaat. Familie op de eerste plaats, zoveel vragen. Door alles wat ik zie mag ik zeggen, deze man mag niet klagen. Het gebeurt toch telkens weer. Dat je zit met zoveel vragen. Wie kan het zeggen, leg het me uit dan telkens weer. Dan wordt het iets te veel. Maar niemand heeft een antwoord op mijn vragen. Hoe kom ik door de dagen heen? Telkens weer dat je zit met zoveel vragen. Wie kan het zeggen? Leg het me uit dan telkens weer. Dan wordt het iets te veel. Maar niemand heeft een antwoord op mijn vragen. Hoe kom ik door de dagen heen? Ja, je weet wie de verliezer is. Uitgeven terwijl je weet dat het crisis is. Ja, je voelt je verloren, alleen in de vieze mist. Ik wil stijgen naar de top, ik vind de diepe niks, nee. Ja, ik hoop dat je mij nog steeds begrijpt. En ik kijk wel eens in de spiegel, vraag me af wie ben ik. Om te zeggen dat het allemaal beter zou kunnen. Laten we beginnen met een ander eens wat meer te gunnen. Yes, want daar ligt het begin, mensen. Voor iedereen mijn kinderwensen. We moeten zorgen dat alles beter zal worden voor de toekomst. Want ons leven wordt hier steeds met de dag korter. Probeer het beste uit mezelf te halen. Pieken en dalen, angst om te falen. Kracht om te stralen, zoek ik naar de antwoorden. Vooral mijn vragen, hou de motivatie hoog. Zo kom ik door de dagen. Ik heb er zin in, klaar om die steeds te rocken. Even chill, want anders wordt het hier te overtrokken. Ik laat niet met me fokken, ik doe waar ik zin in heb. Schrijven en tekenen, ik doe het, want die shit, dat vind ik vet. Dat is de liefde voor het ding wat ik doe. Dit is de clue, wees slim, want anders snap je niet hoe. Yeah, ik ben mijn passie niet verloren. Maximus die is herboren, uitverkoren om het groot te maken. Dit is mijn visie en het antwoord op de meeste vragen. Steken bovenuit, dan ga je niet verlagen. Tot een anders niveau, stressen hem dood. Verplaats alles naar de studio, door naar de radio. Ik wil dat ze me horen, rechtstreeks uit die stereotoren. En niemand anders die het voor me doet. Kijk niet naar een ander, want je weet zelf donders goed hoe het moet. Het gebeurt toch telkens weer. Dat je zit met zoveel vragen. Wie kan het zeggen? Leg het me uit dan telkens weer. Dan wordt het iets te veel. Maar niemand heeft een antwoord op mijn vragen. Hoe kom ik door de dagen heen? Het gebeurt toch telkens weer. Dat je zit met zoveel vragen. Wie kan het zeggen? Leg het me uit dan telkens weer. Dan wordt het iets te veel. Maar niemand heeft een antwoord op mijn vragen. Hoe kom ik door de dagen heen? Yeah, live Maximus. Vraag en antwoord. Good job. En het is niet slecht voor iemand die strontverkouden is. Dankjewel, man. Nee, toch? Good job, man. Thanks. Hey, eind van het jaar, de EP. Flocomotief. Yes. En misschien wel handig als mensen je dan kunnen volgen op Twitter. Dan kunnen ze een beetje in de gaten houden. Wanneer... Je kan me sowieso volgen op Twitter. @Maximus_Z86. @Maximus_Z86. Yes, of like mijn Facebook page.
Ja. Kan ook. Alles kan. Maximus, gewoon met een dubbel Z. Dan kom je er ook gewoon. Dan ben je er. Heel goed. Thanks for coming. Yes, dankjewel. Was jullie nice. Ook bedankt, hè? Ja, ja. Sowieso, hartstikke graag gedaan. Tof. Graag gedaan. En yes. Misschien tot snel, eind van het jaar als je EP weer uitkomt. Ik hoop het. Alright. Yes. Onderweg een Juice op Slam FM. Muziek van Wale, Ares en Mr. Polska. En misschien wel jouw favoriete track, The Last Sip of Juice. Welke plaat wil je horen en waarom? SMS hem naar 6363, dus 6363. En wie weet hoe je hem zo... Juice. For hip-hop en R&B. Juice. It's Juice.